Het laatste kenmerkende aspect van tijdvak 8 gaat over het moderne imperialisme, dat verband hield met de industrialisatie. En we hebben gezien dat die industrialisatie of die industriële revolutie eigenlijk een grote rol speelt in heel tijdvak 8. Maar waar de eerdere kenmerkende aspecten van tijdvak 8 vooral binnen Europa plaatsvonden, gaat het nu vooral over zaken die zich buiten Europa afspelen, namelijk in Afrika en in Zuidoost-Azië. Dit is een kenmerkend aspect dat verschillende kanten heeft, politieke, culturele en vooral ook economische kanten. En we gaan er eens even naar kijken, maar dan beginnen we weer met een begrip dat we al vaker gezien hebben, namelijk imperialisme. Wat was dat ook alweer, imperialisme? Even de definitie terughalen. Imperialisme is het streven naar een groot rijk onder de macht van een keizer of van één volk. De eerste keer dat we dit begrip tegenkwamen was in tijdvak 2, de periode van het Romeins Imperium. Denk terug aan dat kenmerkend aspect. De Romeinen wisten een enorm groot rijk en imperium dus op te bouwen. En later in de geschiedenis zien we dat weer gebeuren, wanneer de Europese expansie begint, de ontdekkingsreizen. En dan gaan we dus naar deze kenmerkende aspecten kijken. En dat begint met Spanje en Portugal, later volgen Engeland, volgt de Nederlandse Republiek, Frankrijk. En die gaan eigenlijk doen aan een soort van kolonialisme. En in de periode 1500 tot 1850 ongeveer is er sprake van het kolonialisme. Er is sprake van overzeese handel, die wordt gedreven vooral in de kustgebieden vanuit die versterkte handelsplaatsen, die factorijen. En dat zie je ook op die kaart hier heel goed, zeker als je naar Afrika bijvoorbeeld gaat kijken. Daar zie je dat de Portugezen met name, maar ook de Nederlanders en de Engelsen, dat die alleen gebieden aan de kust in handen hadden. En daar werden producten naartoe gebracht vanuit het binnenland die zo verder vervoerd konden worden. Wat is nu het verschil met het kolonialisme tot zeg 1850 of misschien wel 1870 en het moderne imperialisme van daarna? Dat gaan we nu eens even kijken. En als je naar die kaart kijkt, of die twee kaarten kijkt, dan zie je al een heel groot verschil. Kijk weer naar Afrika in de periode van het kolonialisme, die kleine gebieden aan de kust, en kijk nu eens naar Afrika in de tijd van modern imperialisme. Dan zie je dat ineens heel Afrika, of bijna heel Afrika, verdeeld is onder de Europese landen. En hetzelfde geldt voor Zuidoost-Azië. Oké, wat zijn de verschillen dan precies tussen die twee zaken? Even op een rijtje. Het verschil met kolonialisme is dat het moderne imperialisme veel meer uitging van echt verovering van de koloniën, zoals je dus ook op die kaart ziet. De Europeanen gingen zich nu veel meer bemoeien met gebieden in Afrika en in Zuidoost-Azië en ze gingen het ook beschouwen als hun eigen grondgebied. Daarnaast werd dat grondgebied, die koloniën, veel grondiger geëxploiteerd. Exploiteren is gebruik maken van, misschien zelfs wel misbruik maken van. Vooral om nieuwe grondstoffen op te doen, zoals je daar hier rechts misschien ook ziet, katoen, rubber, olie, dat soort zaken, die er in Europa weinig waren, en in bijvoorbeeld Zuidoost-Azië en Afrika juist wel heel veel waren. Een ander verschil tussen kolonialisme en het moderne imperialisme is dat dit vooral in Azië en in Afrika plaatsvindt, terwijl het kolonialisme dat vond ook plaats in bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Amerika. Maar goed, kijken we naar het kaartje rechts en je ziet dat die aandacht nu echt verschoven is. Juist aan het begin van de 19e eeuw wisten veel voormalige Zuid-Amerikaanse gebieden onafhankelijk te worden en de aandacht verschoof dus naar Afrika en Azië. En een ander verschil is dat er nu ook andere landen mee gaan doen bij dat moderne imperialisme. Nieuwe landen die koloniën gaan veroveren, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zelf een voormalige kolonie. En ook het Duitsland dat zich uitdrukkelijk gaat bemoeien met het veroveren van koloniën. Oké, maar waarom gaan die Europese landen en dus ook de Verenigde Staten die koloniën veroveren en ze veel grondiger exploiteren? Wat zijn de oorzaken, de redenen voor het moderne imperialisme? Nou, die zijn er op verschillende gebieden. Economie, politiek en er zijn ook culturele oorzaken. We gaan ze eens even af en we beginnen met de economie. Nou, die grondstoffen die ik net al liet zien, zoals bijvoorbeeld katoen, rubber en olie, die waren nodig omdat de industrie aan het groeien was. Er was voortdurend behoefte aan nieuwe grondstoffen om nieuwe producten te kunnen maken. En niet al die grondstoffen waren in Europa voorradig, dus die moesten ergens anders vandaan worden gehaald. Bovendien, als die grondstoffen dan naar Europa waren vervoerd, werden daar producten mee gemaakt in die Europese fabrieken. En die producten kon je nu ook in andere landen verkopen, niet alleen maar in je eigen land, maar ook in de koloniën. Die koloniën vormden dus een afzetmarkt voor die groeiende industrie van die Europese landen. Nou, politiek gezien speelde macht en aanzien gewoon een belangrijke rol, dat zie je bijvoorbeeld ook op die kaart. Het nationalisme,
speelt er een rol bij een groot rijk. Een imperium gaf internationaal politiek en militair aanzien. De Nederlanders bijvoorbeeld, die in die kaart hieronder oranje gekleurd zijn, ja, dat was een heel klein landje in West-Europa. Maar ze hadden wel een gebied in handen, namelijk vooral Nederlands-Indië, dat qua oppervlakte groter was dan West-Europa. Nou, en daar waren ze natuurlijk heel erg trots op. Daardoor telden ze internationaal gezien mee. En dan als laatste de culturele redenen voor het moderne imperialisme. Eén daarvan is een reden die we al vaker gezien hebben, de verspreiding van het christendom. Als we echt dat binnenland ingaan in Afrika en in Azië, dan kunnen wij de lokale bevolking ook bekeren tot het christendom. Dus er gingen niet alleen heel veel handelaars en militairen en bestuurders naar die gebieden toe, maar er gingen ook heel veel missionarissen naar die gebieden toe. Een andere reden is het sociaal darwinisme, afgeleid van de evolutietheorie van Charles Darwin. Alleen die is dan misschien een beetje verkeerd begrepen door deze sociaal darwinisten. Die gaan ervan uit dat het blanke ras zich het verste en het beste geëvolueerd had en zou superieur zijn aan andere rassen. En daarom zouden de blanke Europeanen, dus ook andere volkeren op de wereld, mogen overheersen. Een behoorlijk racistische visie. Een iets andere afgeleide visie hiervan is die van de white man's burden. De morele plicht van blank Europa aan minder ontwikkelde volken beschaving bij te brengen. Oké, wij Europeanen gaan niet naar de andere kant van de wereld om daar de mensen alleen maar te overheersen. Nee, wij gaan ze ook opvoeden, wij gaan ze verder helpen, wij gaan ze beschaving bijbrengen. Zeiden de mensen die aanhanger waren van dat idee van die white man's burden. Maar ja, wat vonden ze daar in de koloniën dan van en wat waren daar precies de gevolgen van? Laten we dat als laatste nog eens even op een rijtje zetten, ook hier weer in die verschillende categorieën. We beginnen weer met de economie. Nou ja, wat we dus zien is dat er een soort wereldwijde arbeidsverdeling ontstaat. Grondstoffen worden uit de koloniën gehaald, maar ze worden verwerkt in de Europese fabrieken. En zo krijgt iedereen een taak in een nieuw soort wereldeconomie eigenlijk. Maar goed, de mensen in de koloniën moesten dus vooral werken voor die grote Europese bedrijven. Op politiek gebied was het zo dat die koloniën hun bestuur, hun macht kwijtraakten. Ze werden direct of indirect bestuurd door de Europese mogendheden. Er kwam gewoon bijvoorbeeld een Nederlands of een Engels bestuur. Maar het kan ook zijn dat het lokale bestuur onder toezicht werd gesteld van de Nederlanders of van de Engelsen of van de Fransen of noem het maar op. En bij dat bestuur werd in ieder geval vaak gebruik gemaakt van een deel van de inheemse bevolking. En daardoor werden soms bepaalde bevolkingsgroepen bevoordeeld ten koste van anderen. En dat kan ook weer voor spanningen zorgen onder die inheemse bevolking. Die Europeanen leken sowieso niet echt rekening te houden met de volkeren die er leefden. En die trokken soms, leek het wel, de grenzen willekeurig op de kaart, waardoor volkeren van elkaar gescheiden werden, of juist volkeren bij elkaar kwamen te wonen in een land die eigenlijk niks met elkaar te maken had. Er was dus sprake van de zogenaamde grensproblematiek. Op cultureel gebied zagen we dat die westerse ideeën, onder invloed vooral ook van het christendom, de lokale ideeën en lokale tradities aantasten. En de westerse rechtspraak speelt daar bijvoorbeeld ook een hele grote rol in. Kon de lokale bevolking er veel tegen doen? Nou ja, eigenlijk niet, want opstanden werden vaak hard de kop ingedrukt. En mede ook door die industriële revolutie hadden de Europese landen een veel sterker leger, veel betere wapens, zodat ze die kolonie ook goed onder controle konden houden. Nou, en dit is dus eigenlijk de periode van het moderne imperialisme in een notendop.